Hallo, ik ben Tine van den Branden. Ik ben een van de nieuwe groene parlementsleden uit de provincie Antwerpen. Ik kijk halsreikend uit naar het werk hier in het parlement. En ik hoop uit de grond van mijn hart deel te kunnen uitmaken van een imago- en mentaliteitsverandering in de politiek. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik ben al een hele tijd actief, lokaal in Mechelen, in de gemeenteraad. En we waren daar juist een aantal echt fantastische projecten opgestart. We gingen een nationaal park gaan bouwen, we gaan de stad vergroenen, we gaan een klimaatbuffer maken, biodiversiteitspool creëren. Eigenlijk allemaal heel fantastische projecten waar ik heel dichtbij betrokken wou zijn. Dus in eerste instantie wou ik eigenlijk liever mijn focus op Mechelen houden. Maar toen rijpte in mijn hoofd en ook in de hoofden van diegenen die mij uiteindelijk zouden mee ondersteunen in mijn campagne, het idee dat waarom al die mooie groene ideeën die we voor Mechelen hebben, waarom proberen we die niet ook uit te rollen voor Vlaanderen? En dan vooral een beetje in de optiek zoals ik probeer op lokaal vlak aan politiek te doen. Want in mijn hoofd heeft politiek ook heel veel te maken met het effenen van het pad, het mogelijk maken, ook middelen mogelijk maken en vrijmaken voor mensen, voor burgers, voor verenigingen, om net die dingen te doen die de maatschappij mooier en beter maken. En voilà. Het was een plan. Het plan was geboren en we zijn ervoor gegaan vanuit een strijdplaats. Maar goed, we waren strijdvaardig en hier ben ik nu met jeukende handen om er ook heel snel aan te beginnen. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Het waren, zoals men dat zo mooi zegt, des montagnes russes. Van emoties die van hoog naar laag gaan. Campagne maken met een hele groep mensen is op zich eigenlijk echt iets heel, heel tof. Heel, heel intens. Je praat met heel veel mensen en elke dag groeit de hoop dat meer en meer mensen toch te vinden zijn voor de oplossingen die je voorstelt voor de problemen die er op dat moment zich voordoen. Dan komt de dag van de verkiezingen, valt alles een beetje stil, maar de adrenaline blijft natuurlijk verschrikkelijk hoog. Maar toen kwam die eerste uitslagen kwamen binnen en die kwamen bij mij echt ook binnen als een bom. Ik was verbouwereerd in eerste instantie. Ik was wat kwaad, verdrietig. We wisten, en dat hadden we op de straat al wel ondervonden, dat het Vlaams Belang vanuit de N-VA sterk zou groeien. Dat beseften we. Maar dat toch uiteindelijk veel minder mensen dan wij hadden gehoopt zich achter het idee schaarden dat we dat klimaatplan heel hoog op die politieke agenda moesten zetten, dat het echt urgent en nodig was, dat we daar eigenlijk niet meer mensen van hadden kunnen overtuigen. Ja, dat kon er bij mij eigenlijk niet in. Dat maakte mij echt wel wat boos, verdrietig, zoals ik daarnet zei. En toen dacht ik, bekom wat, ik leg me even op mijn bed en ik ben in slaap gevallen. Gelukkig heeft dan mijn mede-campaigner Berthe Lanouille heeft mij wakker gebeld, 2 uur later. En hij zei, Tine, uw persoonlijke uitslag die valt echt heel goed mee. En wij wachten je allemaal op in Brussel. Dus ik met de trein zo snel mogelijk naar Brussel. En toen uiteindelijk, als dan bleek dat ik verkozen was, was dat een heel euforisch moment. Het was echt een heel, heel, heel blij en euforisch moment. En achteraf dacht ik van, dat heeft politiek en voetbal nu met elkaar gemeen. Want ik voelde mij een soort spits. Je bent omringd door een equipe, een ploeg van mensen die eigenlijk er alles en alles en alles aan doen omdat jij zou kunnen scoren. En als dat dan lukt, dan is iedereen uitzinnig blij. Je vliegt elkaar in de armen, je bent blij en trots. En ja, het is een heel, heel, heel emotioneel moment. Dus uiteindelijk was het toch wel nog een fijne avond. Bent u tevreden met het resultaat? Ik ben zeker tevreden met mijn persoonlijke resultaat. Ik vertelde je net al dat ik ook wel teleurgesteld was met het geheel, omdat ik echt vind dat we het ons in Vlaanderen niet kunnen veroorloven om niet massaal binnen Europa in te zetten op dat klimaatverhaal. Maar goed, we leven in een democratie en dus zullen we ermee moeten leven. Het enige wat ik nu maar hoop is dat uiteindelijk zal blijken dat er toch een groter draagvlak is voor dat klimaat dan die verkiezingen deden uitschijnen. Ik hoop dat en ik denk dat misschien ook wel, omdat tijdens de campagne werd er ook door de media, heel erg die nadruk gelegd op dat kostenplaatje van het klimaatverhaal. En ik vond dat toch heel vaak ook uit het oog werd verloren hoeveel meerwaarde ons dat gaat geven. Want het gaat ons uiteindelijk een betere luchtkwaliteit geven, een betere verkeersveiligheid, voedselveiligheid, natuur in de buurt.
weten ondertussen allemaal dat het eigenlijk ook echt gezondheidsvoordelen heeft. Denk maar aan een nationaal park, u daar helemaal in verliezen, daarin gaan sporten. Voor mij heeft dat klimaatverhaal ook eigenlijk heel, heel veel meerwaarde. Allemaal dingen die ons voor een stuk toch ook wel ja, gelukkiger en gezonder gaan maken. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Lokaal heb ik eigenlijk altijd gewerkt aan heel concrete projecten. Dingen die het eigenlijk mogelijk maakten voor burgers, geëngageerde burgers, verenigingen, om het pad te effenen, middelen vrij te maken, dat soort werk. En dat zou ik eigenlijk willen proberen om dat hier verder te zetten. Daarboven zou ik echt heel, heel graag deel willen uitmaken van een groep van mensen die kunnen werken aan het imago dat de politiek heeft. We zullen hier met 124 mensen zitten. We vertegenwoordigen meer dan 6 miljoen Vlamingen. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat we op heel geregelde tijdstippen alle partijpolitiek, alle politieke spelletjes opzij kunnen zetten en dat er echt samen zal gezocht worden naar oplossingen die eigenlijk ten dienste zullen staan van zoveel mogelijk mensen. Want in mijn hoofd is dat toch ook de core business van politiek. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Maar ja, het is ook voor mij nog heel erg wennen aan het idee dat ik nu een voltijds politicus zal moeten zijn. Want ik ga dit inderdaad enkel combineren met hetgeen wat ik doe als werk in de gemeenteraad in Mechelen. Het werk in Mechelen is anders, omdat daar ja, zit Groen al wat is het, meer dan 20 jaar of zo in de meerderheid. En hier zullen wij in de oppositie zitten. Dus ik mag eigenlijk alleen maar hopen, mits het toch alleen maar politiek zal zijn, dat ik daar ook een groot stuk van mijn creativiteit en mijn ideeën in kwijt ga kunnen. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Mijn dochter is 18 en die gaat bijna op kot. Dat is een beetje een gelukkige samenval van omstandigheden. Dus ik zal zeker doorheen de week en ook 's avonds mijn handen volledig vrij hebben om te werken. In het weekend zal ik gelukkig ook nog wel wat kunnen moederen en bij wijze een welkom thuis heten, lekker koken en ook nog wat uitstapjes doen. Want dat vind ik toch ook wel een hele, hele belangrijke, wil ik ook niet zomaar laten vallen. Nu is het ook zo dat ook toen ik nog in de media werkte, ik eigenlijk altijd mijn privéleven, mijn jobleven altijd een beetje door elkaar heeft gelopen. Ik heb nooit een hele strikte scheiding daarin gehad en eigenlijk vind ik dat ook wel leuk. Want ik hou er niet van dat ik bij wijze mijn privé-tijd zou helemaal op een andere manier indelen dan mijn jobtijd. Ik vind het eigenlijk net leuk dat ik in mijn privé-tijd dingen kan doen die mij in mijn job ook kunnen helpen of inspireren. En andersom vind ik het ook heel belangrijk dat ik in mijn vriendenkring echte vrienden, dat ik, pardon, in mijn werkkring ook echte vrienden heb. Want je spendeert heel veel tijd met elkaar, dus je hoopt ook maar dat die tijd erg boeiend, interessant is en oprecht. Mijn verlanglijstje in dat opzicht voor mijn sociaal leven zou eigenlijk zijn dat mijn huidige vriendenkring en mijn nieuwe vriendenkring, jobkring zeg maar dan, heel erg mooi met elkaar zou mixen. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Bij dat woord afrekenen heb ik echt een slechte associatie. Voor mij doet dat denken aan een bloederige vergelding of zo. Dus eigenlijk, nee, ik wil niet afgerekend worden. Ik weiger afgerekend te worden. Ik zal keihard werken hier, dat wil ik zeker doen. Groene politici hebben sowieso de reputatie hard te werken. Als ik zie, de voorbije legislatuur hadden alle groene parlementariërs hier eigenlijk een uitmuntend rapport van de pers. En daar zal ik mij heel, heel graag bij aansluiten. Ik zal samen met mijn collega's, Mieke Schouwvliegen en Chris Steenwegen, Natuur, Klimaat en Bos opvolgen en met Staf Pelkmans, de ex-baas van de Warande in Turnhout, maak ik nu ook al een heel mooi team over media, toerisme, cultuur en onroerend erfgoed. Ik ga keihard werken, dat wel, maar dat afrekenen, dat doe ik niet aan mee.